Hallo, kijkers. Hey kijkers, welkom bij deze nieuwe video van op het Don Kakelijn kanaal. Ik ben Don Kakelijn en is dit je eerste keer op mijn kanaal? What the fuck ben je aan het doen met je leven, eerlijk? Maar welkom man. Zeg ook even allemaal tegen een vriend en vriendin, wow, heb je Don Kakelijn gezien? Hij is funny man, eerlijk? Hij is hilarisch man. Ik wou dat mijn zus verkering met hem had. Stuur je zus maar door, eerlijk? Nou, we gaan even een nieuw First Dates checken man. Is dit een acteur? Vraagteken. First Dates Classics. Gezeik. Nou, neem een abonnement. Pikachu, I choose you. Nou, video begint al goed. We hebben een of andere Giel Belen lookalike die een pokebal gooit. Mij bellen. Ja, ja, dat dan. What the fuck? Tja, hij kan er zelf hartelijk om lachen. Maar zonder Pokémon is er eigenlijk geen leven voor Reinier. Ik speel al... Reinier heeft iets met Pokémons. Misschien moet ik Reinier op date sturen met mijn zusje, man. Die is ook helemaal Pokémon fanaat. Eerlijk? Zusje van mij, ik ga je naam niet zeggen. Ik wil je niet exposen als je dit kijkt. Ik kan Reinier wel even voor je DM'en. Maar bellen. Wat 20 jaar Pokémon. Ja, gamen, dat kan ik echt eindeloos lang doen. Trekken dus, oké. Tja, gamen kan hij eindeloos lang doen. Totdat hij met mij in het lobby zit in Warzone, man. Dat trek ik zijn hele heugen over zijn voorhoofd heen. Don, dit is puur onzekerheid, hè? Ja. Weet je wat me trouwens wel opvalt soms bij First Dates? Dat het nog licht is en dan moet je gaan dineren. Volgens mij, sommige van die opnames zijn ook 2-3 uur 's middags. En dan moet je gaan dineren, omdat ja, de opnames er beter uitkomen. Het is niet altijd 's avonds, hè? Weet je hoe ziek dat is? Bro, ik kan echt een entrecote wegwerken, hoor, op 2 uur 's middags. Ik weet genoeg mensen die het wel kunnen. En hoe heb je je voorbereid vandaag? Niet eigenlijk. Helemaal niet? Nee. Ik dacht, ik ga het... Ja, ik zou nooit meedoen naar First Dates, want daar ben ik toch onzeker voor. Maar ik zou gewoon zeggen, ja, ik heb een beetje babypoeder onder mijn ballen gesmeerd. Weet je, dat zou ik hilarisch vinden als iemand dat een keer zou zeggen. Maar niemand heeft de ballen om dat te doen. U vraagt, wij draaien. Dit is Nikia. Gamer geeft mij echt een heel fijn gevoel. Eventjes gewoon in een hele... Crematoriummedewerker. Tering, dat is ook een beroep hoor, hé. Zo, crematoriummedewerker. Dat is een beroep hoor, hé. Zo, dat moet je echt willen ook. What the fuck. Maar dan zie je gewoon allemaal dingen in poeder veranderen, man. Gewoon levende mensen, man. Poeder gesproken, tering. Wat een bruggetje. Over poeder gesproken, man. Juice, man. Gooi even wat vlammen, man. Juice, man. Poeder voor juice, man. Het flikker je in zo'n ijzeren... bidon. En dan wordt het energiedrank en dan drink je dat. En dan kan je 8 weken gamen, man. Van alle gamers, man. Ook link in de beschrijving. Hun sponsoren mij ook. MSI sponsort mij en Juice, man. Don, waarom ben je zo kwaad? Is toch chill, sponsors? Inderdaad. Door hun kan ik die filmpjes blijven maken, hè? Dus bedank hun even ook. Nou, goed. Een hele andere wereld zijn. En wat ik nou het meeste speel is denk ik toch wel gewoon simpel. Gewoon Minecraft. Gewoon eventjes... Minecraft. Gezeik. Stand op 0 en dan iets moois maken. Minecraft, maar ja, ik heb dat in een ver verleden ook nog wel eens gespeeld, man. Op de SMP-server. Ik vond dat wel lachen, want het was een beetje roleplay en zo. Maar Minecraft, maar ja, mij niet bellen over Minecraft, eerlijk. Teringshuisspel. Hallo. Hallo. Dag Nikia. Hi. Welkom. Ik ben heel liefdevol, heel... Zo, hij denkt, de bag is binnen, man. Eerlijk? Hi. Hi. Nikia. Ik ben hier. Aangenaam. Jij was? Nikia. Aangenaam. Leuke naam. Van zo'n kutnaam die je ook niet gaat onthouden, weet je. Die guy is het dadelijk alweer vergeten. Ik werk bij een crematorium. Oh, oké. Okay. Ja. Grappig. Grappig? Dress for the occasion. Hij zegt dress for the occasion. Alles gaat fout hier. Fuck. Dress for the occasion omdat hij helemaal in het zwart is. De barman is hilarisch. De barman is gonna end up fucking his date. Wat? Nee, maar joke. Laat maar. Verkouden, man. Dan kijk ook kids. Godver. Nice. Ja, leuke meid. Ze zag er leuk uit in eerste oogopslag. Mooie glimlach. Met hobby, wat bedoel je daar? De download is klaar. Daar heb ik dan Game Art afgestudeerd. Ah. Dus... daar komen de similarities binnen. Dus ja. Dat is vet. Maar dan neem ik aan dat je ook een beetje een gamer bent. Hè? Ja. Ja, vet man. Kunnen ze samen Minecraften? Ja, ik weet ook niet wat ik moet zeggen, man. Is toch leuk? Laat ze lekker Minecraften. Ik heb echt een keer vakantie genomen toen deel 3 uitkwam. Heb ik een week vakantie voor genomen toen. Wat vet. Proost dan maar. Wat doen we hem zo? Ja. Nou, het is wel, kijk, het is wel chill als je op een date gewoon wel echt die overeenkomst hebt. Want dan wordt het ook sowieso makkelijker lullen. Want je bent natuurlijk hoeren zenuwachtig. Dus als je dan alle twee gewoon anderhalf uur kan lullen over Minecraft, dan heb je dat hele zootje gewoon weer gehad, toch? Of je giet er gewoon 2 liter alcohol in, dat kan ook. Maar
Kingdom Hearts. Ik moet hier even... Daar valt terug in haken. Ik heb weinig meiden ontmoet die Kingdom Hearts kennen. Dus dan, dat zegt veel. The fuck is Kingdom Hearts, man? Laat me die shit even opzoeken. The fuck is Kingdom Hearts, man? Kingdom... Nou, ieder zijn ding. Ja, ik had toen dat ene stukje gezien van die trein. Oh, ja bij de Herculeswereld. Ja, daar is dat. Nou, het boeit me. Ja, eerlijk, het boeit me gekut. Ik ben wel benieuwd wat zij te zeggen heeft. Ik denk... Wat is dit? Dit is gewoon... Is dit een acteur? Is dit? Oh, ze denkt dat het acteur is, omdat hij zo lekker ook dat kutspel speelt. Waar je echt naartoe wil gaan reizen. Easy. Japan. Ja, tuurlijk. Godverdomme. Ze zijn allemaal zo... Ik zei het vorige keer ook al. Ik kijk dit soort programma's voor jullie entertainment al zo teringlang. Dat ik een beetje zoveel mensenkennis heb opgedaan. Dat ik precies weet wat hij gaat zeggen. Tuurlijk, Japan. Nee, Don, je hebt net al gekeken wat hij zou zeggen. Nee, echt niet. Ik zweer het je, grap. Bro, mensenkennis. En jij? Hou ik Japan. Alle games komen uit Japan. En we zijn fan van Kingdom Hearts. En dat wordt ook gemaakt in Japan waarschijnlijk. En Nieuw-Zeeland. Daar ben ik geweest. Oh. Mijn hele familie is echt... een gigantisch fan van Lord of the Rings. Maar toen zijn we dus... Ken nog iemand? ...ook naar een aantal van die locaties daarvan geweest. Oh, wat gaaf. Ja. Geweldige films. Maar dat heb ik ook met Harry Potter. Vind ik ook geweldige films. Ik ook. Guys, cancel mij hier niet voor, maar ik heb nog nooit Lord of the Rings gekeken. Mijn hele fucking leven niet. Ja? Boeit me ook niet. Ik zoek wel iets voor lang, zeg maar. Ja. Ik zoek wel echt iets serieus. Ja. Ja, zeker wel nieuwsgierig gemaakt. Ja. Oké, okay, nou, dat is leuk. Hij betaalt! Hij betaalt! Dat is altijd goede shit, hè? Dat is altijd door kaaklegsegmentje bij de first dates. Betaalt de guy betaalt. Ik ben blij. Goed. Heel goed. Klopt. Moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? De vraag van vandaag. Nou, hier... Jij mag eerst. Ja, toch? Of niet? Nou, als deze geen kinderen nemen, weet ik het ook niet meer, houden. Dan stop ik echt met dit programma. Alright. Nou ja, wat mij betreft, ja. Ik heb het hartstikke gezellig met je gehad. Ik denk dat we nog zeker niet uitgepraat zijn. Dus ik zeg nog een keer. Ja, dan ben ik het wel met je eens. Yes, go, man. Yes, kijk. Komt er nu nog... ja, oh, ik denk inderdaad nog niet dat wij uitgepraat zijn. Dus nee, dat toch? We nog zeker wel... Ja, leuk, man. Reinier en Huttefikkel, Kleinie. Ik ben de naam vergeten. Nou, neem een like en een abonnement. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Maar hey, neem echt even een abonnement, man. Want het is echt erg. Nou, ik hou van jullie. Doei.